Goedenavond kijkers en luisteraars en welkom bij SBS Reports van zaterdag 4 juli 2015, het Binnenlands Nieuws. De vereniging rolstoelgebruikers Nikeri, VRN, heeft vanmorgen een rolstoelwandelloop voor rolstoelgebruikers georganiseerd. De rolstoelwandelloop werd gelopen door het centrum van Nieuw Nikeri. Het startpunt en einde van de wandelloop was bij het gebouw van de Civiel Technische Dienst van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling aan de RP Barostraat. Met deze loop wil het bestuur van de VRN rolstoelgebruikers een leuk uitje bezorgen en ook weer aandacht vragen voor de vele noden die rolstoelgebruikers en zij die slecht ter been zijn iedere dag opnieuw ondervinden. De bestuur heeft gedacht dat we moeten iets doen, laat de mensen ons zien. En zo is dat idee ontstaan. Dit is de eerste keer dat zoiets is georganiseerd. Is de vereniging van plan dit vaker te doen? Ja, een paar keer per jaar. En met andere activiteiten ook. Okay. Noemt u misschien een voorbeeld welke activiteiten zo? Ik denk dat een bingo is gepland. Maar ik weet het precies niet wanneer, maar in de komende 2 maanden of zo. Hoe is het gesteld met de VRN? Hoeveel leden telt de organisatie? Nu bijna 100. Maar vandaag, je ziet, niet iedereen kon hier zijn. Maar het is toch goed gegaan. Wie kunnen allemaal lid worden en hoe kan men lid worden? Nu zoeken we vrijwilligers om ons te steunen. En iedereen kan een lid worden. Niet gaat alleen over de rolstoelmensen, maar sommige mensen van in de rolstoel heeft hulp nodig ook. En we vragen, als je kan helpen, dan je kan een lid worden. De leden van de VRN komen 1 keer per week bijeen bij de windgroep. Wat er tijdens zulke samenkomsten gebeurt, vernemen we van de VRN-voorzitter. We zitten, we plannen hoe verder we moeten gaan om de mensen meer eruit te halen van huis. Hoe lang bestaat de vereniging al? 3 jaar. En welke activiteiten hebben jullie al georganiseerd? Een paar keren bij de windgroep. We zijn samen daar gekomen, 2 keren voor een ALV. En straks we ook een ALV-meeting hebben. En na dat denk ik dat het is de bingo night. Okay, dus de vereniging, het lukt wel een beetje met de organisatie? Ja, het lukt wel, maar we moeten meer eruit komen zodat mensen kunnen weten dat wij zijn hier. Ik merkte laatst hadden jullie ook nog een activiteit bij de gebouwen die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Wat was dat precies? We hebben een paar bedrijven gecertificeerd waar het is makkelijk dat mensen in een rolstoel kunnen gaan. En als er zijn andere bedrijven denken dat ze zijn bereid om met ons te werken, zodat we kunnen het makkelijk maken voor rolstoelgebruikers, dan je kan contact maken met ons. Kunt u enkele van de bedrijven noemen die gecertificeerd zijn vanwege hun toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers? Passasco is één. De nieuwe winkel van Citas. Saraline Optiek en de Fine Bank. DSB Bank ook? DSB Bank, het is daar wel, maar bij de ATM. We kan niet gaan. Ja, het is moeilijk bij de ATM. Ja, maar in de bank te cancelen, het is makkelijk. Okay. Alleen bij de ATM. Maar bij de andere plaats. Maar we zoeken ook plaatsen in de gemeenschap waar we kan makkelijk, weet je, sommige rolstoelmensen ook weer naar het toilet gaan als ze in de stad zijn. Maar dat moet geregeld worden. U hebt als rolstoelgebruiker ook deelgenomen aan de wandelloop. Hoe voelt het aan, zo'n wandeling op de zaterdagmorgen door het centrum? Ik was blij om dit te doen. En als je vraagt aan de mensen ook, ze zijn ook blij. Maar ik denk dat de afstand was te kort. Oké, dus volgende keer ietsje langer. Ja, volgende keer ietsje langer, ja. De vereniging rolstoelgebruikers Nikeri heeft als belangrijkste doelstelling op te komen voor de belangen van deze doelgroep. Tevens wil zij enkele keren per jaar een leuke, ontspannende activiteit voor haar leden organiseren. Met de loop hoopt de vereniging ook weer enkele nieuwe leden te werven. Op dit moment zijn bijna 100 mensen lid van de vereniging. Hoe meer leden de vereniging heeft, hoe meer zij kan betekenen voor haar leden.
Op het kweekschool in IMIO, Kwim, scholencomplex, vonden er gistermiddag en vandaag vriendschappelijke interlanddamwedstrijden plaats tussen dammers uit Guyana en Nigeria. Op verzoek van de president van de Guyana Drifters Association, de heer Jairam, bracht een 4-man sterke delegatie een bezoek aan Nigeria om hun krachten te meten met enkele lokale beoefenaars van deze denksport. Guyana is met een team gekomen om tegen ons te spelen. En ze hebben Meragu gecontact als contactpersoon. En hij heeft wat dammers opgeroepen om tegen die mensen te spelen. Vandaag zijn we hier om die wedstrijden te spelen. Er zijn 4 spelers meegekomen en we zijn ook met 4 spelers tegen hun gaan spelen. Ze hebben ons uitgelegd dat er hier ook mensen zijn uit Amerika en uit het buitenland ook, die het damsport in Guyana stimuleert. De wedstrijden zijn al gespeeld en ze hebben alle 4 wedstrijden gewonnen. Dus dat betekent dat hun pijl heel hoog is. We hadden ze wel een beetje onderschat, waardoor we een beetje snel gespeeld hebben dan de normale tijd. Maar nu we hun sterkte weten, morgen hebben we weer wedstrijden tegen hen, gaan we veel voorzichtiger spelen. Ik feliciteer die mensen van Guyana dat ze zo goed hebben gespeeld en de toernooi in feite gewonnen hebben. Thanks Mr. Jairam, who represents Guyana here with his group, to come and play against us. He has the contact person of Mr. Ragu, and he called us to play a game against them. They play very well, and what I understood, you have some Americans inside who play in America, and they have a lot of experience. It was not known that they are so strong, that we play a fast play and they win. And they win all the 4 games. That is very well. De mensen uit Nigeria die hebben deelgenomen. Is het een damvereniging, een bestaande vereniging? In Nigeria hebben we in feite geen damvereniging. Maar zoals jullie het weten, wordt vaker damtoernooien georganiseerd door Ragu en Mahabir. Dat is mijn persoon. Vaak organiseren wij competities en als er activiteiten zijn, nodigen mensen ons uit om damwedstrijden te spelen. En wij kennen de hele groep dammers van Nigeria en dan roepen we ze op en dan komen ze en dan wordt het zo gespeeld. Maar een damvereniging bestaat niet. We vertegenwoordigen Nigeria soms wel als dammers van Nigeria, maar niet als een vereniging. Dus we hebben geen vereniging. We gaan ook vaker naar Paramaribo om te spelen. We nemen deel in competities in Paramaribo, soms op sneldammen, etc. En zo spelen we hier. Af en toe krijgen wij een sponsor die bereid is een toernooi te sponsoren. Dan roepen we al die spelers van Nigeria op om dan die toernooi te draaien. So you came here today with some drafters. Are this the champions of Guyana? Oh yeah, myself and Ragu has been in contact for some time now. And this game should have been played a long time, but something not went too well, so the game has been played now, and I think it's played at the right time. Okay, how you experience the games that were played this afternoon? Oh, I think Nigeria has pretty strong players, but our boys outmatched them today. I look forward for a better game tomorrow, and may the best team win tomorrow. Of course, we already has on our card the first win, so probably if Nigeria win tomorrow, it's still a draw. But I must compliment my boys for their outstanding performance this afternoon, and hope they continue so tomorrow. I understood from Mr. Mahabir you also came at drafters that are living in the United States? Oh, no, that's a light joke. He's living in Guyana. He lives some time across the year, but he's living in Guyana. He spent some time in America. Well, he's not an imported player, actually. But you are satisfied, you and your group are satisfied of all the games you've gone this afternoon? Oh, yes, we're real satisfied. We're satisfied with the preparation, the organizing of my friend. And, it was well done.
I think the initiative was a good one between Guyana and Nigeria. We are just next door. And I think we should continue playing these tournaments, make it a yearly tournament. And we would also like Nigeria to come across to Guyana. Myself and Raghu will arrange that sometime. De vriendschappelijke wedstrijden worden op dit moment voortgezet op dezelfde locatie van gisteren en wel het Kwimscholencomplex aan de Wijkstraat. Als blijk van vriendschap hebben beide teams van elkaar een trofee in ontvangst mogen nemen. De dominovereniging, de selectie, is op woensdag 1 juli winnaar geworden van de eendaagse domino knockout competitie. Deze werden georganiseerd in Board Dancing Flamingo aan de Julianastraat in verband met 152 jaar Kitikoti, oftewel afschaffing van de slavernij. Giuliano Snip, voorzitter van de Domino Bond Nikeri, die tevens de prijzen beschikbaar heeft gesteld voor dit evenement, vertelt meer hierover. Ze denken, wat was het allemaal? Het was een domino knockout. U weet dus dat ik ook voorzitter ben van het bestuur van de Nikeri Domino Bond. En daar is er een beroep op me gedaan, in een andere hoedanigheid, om een paar trofeeën te sponsoren. En ik heb niet geweigerd, ik heb ja gezegd. 1, omdat het gaat om de domino-sport. 2, ik ben Nikeriaan. En 3, ik ben in de gelegenheid nu om te sponsoren. Dus dan doe ik dat. En het allerbelangrijkste is, ik voel me heel erg verbonden met deze dag. Omdat u weet dat mijn voorouders ook het harde werk hebben gedaan op de plantage. En op deze dag, 152 jaren terug, heeft men schijnvrijheid gehad. En dan wil ik dat ook zo een beetje herdenken. Een domino knockout competitie, hoe gaat dat allemaal? Gaat dat per vereniging of per koppel? Het gaat per vereniging. Hetzelfde dat we doen tijdens de competitie. Hetzelfde gebeurt binnen 1 dag, maar verkort. Hè? En ze hebben een aantal systemen om dat te doen. En daarom was deze organisatie ook onder leiding van de competitieleider van de Bond. En dat is meneer Boetsing. Ik wil hem van deze plaats uit ook bedanken voor zijn bijdrage. Ik wil de verenigingen bedanken dat ze hebben meegedaan. Maar ik wil zeker bedanken Flamingo, die hun ruimte ter beschikking heeft gesteld om dit alles hier te organiseren. Hoeveel verenigingen hebben deelgenomen? Als ik me niet vergis, 4 verenigingen. Ja? 3 bestaande verenigingen en een selectie die heeft meegedaan. Mogen we ook weten hoe de uitslag eruit ziet, wie de winnaar is geworden? Ik heb begrepen dus dat de selectie de eerste plaats behaald heeft. De tweede plaats is gegaan naar Flamingo. En de derde plaats is gegaan naar Louis Boys. U bent hier geweest als behalve bestuurslid. U hebt ook gesponsord. Ja, 3 trofeeën. 3 trofeeën heb ik gesponsord. Ik heb een heel goede samenwerking met meneer Rams. Die wil ik ook bedanken voor zijn medewerking. En hij heeft me de gelegenheid gegeven om dus dan 3 trofeeën te sponsoren. En dat heb ik gedaan. En de dag mag geslaagd genoemd worden? Ja, zeer zeker. Wat ik hier heb gezien, het enthousiasme, de heren die zijn nog bezig na te praten over de dag. Dus de dag is heel goed gegaan. Hoe vaak wordt zo'n activiteit georganiseerd, een eendaagse domino? Nou, verschillende hoogtijdagen. Maar de EELU Kitikoti toernooi heb ik vandaag de toezegging gedaan dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Alleen moet men het op de verschillende plaatsen organiseren. Dit jaar is het geweest bij Flamingo, volgend jaar wordt het bij NDL en het jaar daarop wordt het dus dan bij Louis Boys. En wat heb ik gedaan? Ik heb gemeen om gewoon terug te gaan naar de kampioenen. Het eerste jaar was Flamingo kampioen, het tweede jaar NDL en afgelopen jaar was het Louis Boys. Dus zo gaan we door. Met de kampioen van dit jaar krijgt het dan het jaar daarop. Op de eerste plaats is geëindigd de selectie. Flamingo, die in eigen huis speelde, behaalde de tweede prijs. En Louis Boys was goed voor de derde plaats.
President DC Boutersen heeft ruim 30 importeurs en distributeurs vrijdag gesproken over de basisgoederen. Gevraagd is over hoe zaken gecontinueerd kunnen worden. De ondernemers waren op persoonlijke basis uitgenodigd. Aan de president is aangegeven dat meegewerkt wordt om de basisgoederen tegen een geringe winstmarge te blijven importeren en distribueren. Maar het is nodig om enkele faciliteiten te verruimen. Het belang van een stabiele koers werd benadrukt door de importeurs en distributeurs. De directeur van de NVVSH Foods, Marlon Telting, verwoordde namens de importeurs en distributeurs wat er besproken is. Gevraagd is om de havenfaciliteiten te verruimen. De douanefaciliteiten zouden langer beschikbaar moeten zijn, waardoor logistieke zaken bij het afhandelen van goederen verbeterd worden. De importeurs en distributeurs hebben aangegeven dat in aanloop naar de verkiezingen toe en daarna de koers redelijk stabiel is gehouden. Er moet alles aan gedaan worden om een stabiele koers te behouden. Indien de viezen duurder worden, zullen de prijzen van goederen en diensten ook de lucht ingaan. Afgesproken is om het pakket van de basisgoederen te evalueren. De president stond daar open voor, zei Telting. Het pakket is ooit samengesteld en daarmee is er gewerkt. Er is behoefte aan enkele aanpassingen. Dit zal verder worden uitgewerkt. Het is de afgelopen periode gelukt om de prijzen van de basisgoederen niet te verhogen. Dit kan worden voortgezet, maar gevraagd is om de faciliteiten te verbeteren. Er zal verder hierover van gedachten worden gewisseld. Tijdens het onderhoud is niet aan de orde gekomen betalingsachterstanden. Kijkers en luisteraars, dit waren de binnenlandse berichten.